Bij SK-roosters hebben we vooral last van meeldauw en spin. En het lastigste is toch wel de trips om onder controle te krijgen. De zichtbare schade van trips en roos zijn bruine vlekjes in de witte knop, waardoor het geen A1 kwaliteit meer is. We zochten naar een andere aanpak omdat we chemisch te vaak moesten corrigeren, waardoor de groei geremd werd. En daar wilden we natuurlijk vanaf. Ik kwam in contact met Kees Kouwhoven en hij adviseerde mij de chemie aan de kant te schuiven en een nieuwe biologische aanpak tegen trips te hanteren. Met Mondrensis en Powerfood. We zijn eind 2019 gestart met uitstrooien van biologie met de hand. Dat ging gelijk heel goed, alleen het kostte wel veel arbeid. De bioverblazer kwam in beeld omdat we een optimale verdeling zochten over het hele gewas. Met een stuk arbeidsbesparing en zo kwamen we in contact met Michael Visser. We werken nu een half jaar lang naar tevredenheid met de bioverblazer. Onze bioverblazer, de Unimite Air, verstrooit roofmijten automatisch uit over het gewas. Door de opvoerband in de voorraadbunker geeft het een gelijkmatige en uniforme verdeling van de roofmijten. De werkbreedte van de Unimite Air is 10 meter. Waardoor we ook nog eens een flinke arbeidsbesparing weten te realiseren. In dit geval rijdt de bioverblazer op een buisrailsysteem. De sensor die detecteert het glas bij de gevel, waarna de machine weer automatisch terugkomt. De bioverblazer wordt door één persoon bediend. Met een afstandsbediening wordt de machine weggestuurd en komt weer terug op de plek van waar die is gestart. De bioverblazer heeft een grote voorraadbunker, waardoor je eenvoudig de 5 liter zakken met voer of roofmijten kunt legen in de bunker. Hierdoor is er weinig kans op verspilling van het materiaal. Het voordeel van het werken met een bioverblaas is dat het een enorme arbeidsbesparing geeft ten opzichte van met de hand uitstrooien. En hij hoeft nu één keer in een 8 meter tralie heen en terug. De roofmijt Mondrensis heeft hier bij SK-roosters de trips goed onder controle. De voermijt Powerfood wordt wekelijks over het gewas verblazen. Iedere tweede week wordt ook Mondrensis verblazen. Dit wordt samen gemengd en in één werkgang door de bioverblazer over het gewas verstrooid. Het maakt niet uit in welk pad ik loop te scouten. Overal kom ik heel gemakkelijk de roofmijten tegen. Ik ben heel erg tevreden over de begeleiding van Royal Brinkman. We worden op chemisch en op biologisch vlak erg goed geadviseerd. We hebben tot week 36 hebben we niet chemisch hoeven corrigeren tegen trips. Door een goede tripsbestrijding kunnen we het hele jaar door superkwaliteit leveren.